Hey, we gaan kijken naar de balletroog hier. Nick van de Put op plaats 3. Op plaats 4 voorbij komen, Tom Dekker. En wie is dan de laatste man die helaas overal uit is? Dat zijn die anderen, want die de achtergrond heeft. Dan kan je nou, we gaan kijken naar de volgende race. Boys 5-6. Oké, dan zitten we hier in de categorie van onze boys. 17 tot 24 met een mooie start. We hebben een vloeken look, Mike Aartsen. Op die tweede plaats hebben we dan Paul van der Leij van de Missing Crossers. Een Missing Crosser op die tweede positie. Die 116 nummer, dat moet bij Van Mierlo zijn. Van Mierlo die daar voor het BMX Talent Team op die derde positie zit. Kinder zien we ook een gevallen rijder van de vorige marge. Maar hier op 1 trekt er zich niks van aan. Mike Aarts van het Local Look Team op die eerste positie nog altijd. Dan zien we daar op die tweede plaats de man in dat oranje plaatje daar. Dat is Paul van der Leij van de Missing Crossers. Dan hebben we de 116 van Mike van Mierlo. En die man in het geel daar. Kop van de wielies, denk ik. Ik ben niet 100% zeker.